In deze filmdocumentaire nemen wij u mee naar de mooiste plekjes in en rondom de gemeente Oosterwijk, Berkel-Enschot en Udenhout. We starten onze route in de gemeente Oosterwijk, ook wel de parel van Brabant genoemd. Oosterwijk wordt in de schriftelijke bronnen vermeld in de 12e en 13e eeuw. Dat Oosterwijk veel ouder is, blijkt uit de vele archeologische vondsten, waarbij zelfs sporen zijn aangetroffen uit de middensteentijd. Het Oosterwijk van nu is een gastvrije en gevarieerde gemeente, waar het goed wonen en recreëren is. Het Brabantse stadje heeft op haar grondgebied vele prachtige bezienswaardigheden, waarvan een groot aantal in en rondom het centrum. Mede hierdoor is Oosterwijk bijzonder in trek bij dagjesmensen en toeristen, die vaak van heinde en verre komen om het mooie stadje met haar onvervalste Brabantse sfeer te bewonderen. Op de kop van Marktplein de Lint staat een markant gebouw. Dit mooie kerkgebouw is toegewijd aan de heilige Johannes van Oosterwijk, een van de martelaren uit Gorinchem die in 1572 vanwege zijn geloof werd gedood. De kerk werd in 1928 gebouwd door de bekende architect H. Valk. De kerk komt in het dagelijkse straatbeeld van Oosterwijk uitstekend tot zijn recht. Naast de kerk staat het pastoriegebouw, in het begin van de eeuw bekend als Hotel De Linde. Door het monumentale karakter is het pand op de monumentenlijst geplaatst. Naast de vele oude panden die Oosterwijk rijk is, is het raadhuis toch wel een van de meest opvallende. Dit grote en monumentale pand staat midden op de Lint. Het raadhuis dateert uit 1898 en is momenteel nog steeds in gebruik. Ouder dan wat dan ook in Oosterwijk is de lindeboom die achter het gemeentehuis staat. Hoe oud deze boom is, kan slechts bij grove benadering worden vastgesteld. In 1388, dus ruim 600 jaar geleden, wordt al gesproken over de oude linde. Door verschillende ingrepen werd de boom die vorige eeuw reeds was afgeschreven gered. De boom heeft niet meer de omvang als vroeger en behoeft ook de nodige ondersteuning. In vroegere tijden werd onder de boom de boter- en eiermarkt gehouden. Een zeer markant laantje binnen het centrum van Oosterwijk is het Trouwlaantje. Ook wel Herenlaantje of Onze Lieve Vrouwenlaantje genoemd. Het laantje wordt getypeerd door de hoge lindebomen. Het trouwlaantje met het mooie raadhuis is favoriet bij vele bruidsparen uit heel Nederland. Een stukje verderop staat de voormalige sigarenfabriek met de naam De Huifkar. Het gevelopschrift houdt de herinnering aan de fabriek op uitstekende wijze levend. Het kleinste winkeltje, dat tevens een van de oudste pandjes is, ligt eveneens aan de Lint. Het is Sint Joriske. Het pandje werd gebouwd in 1769. Het winkelpandje is uniek en karakteristiek voor Oosterwijk en omgeving. De kern van Oosterwijk is gekend als een toeristische trekpleister, die kan bogen op een hoogstaand en gevarieerd winkelbestand. Oosterwijk is in de loop der tijd uitgegroeid tot een charmant plattelandstadje. De gezellige stadskern zorgt ervoor dat het stadje dan ook druk wordt bezocht. Thank you.
Oosterwijk is centraal gelegen en heeft ook haar eigen spoorwegstation, gelegen op een steenworp afstand van de gezellige stadskern. Het station dateert uit 1865 en staat op de monumentenlijst, als voorbeeld van stationsbouw uit de vorige eeuw. Cultuurhistorisch gezien mag hier dan ook oprecht gesproken worden van een bezienswaardigheid. Het meest indrukwekkende gebouw binnen Oosterwijk is gelegen aan de Kerkstraat. Het is de Rooms-Katholieke Kerk Sint-Petrusbanden. Dit neogotische kerkgebouw werd gebouwd in 1895 tot 1897. Op ongeveer dezelfde plaats stond vroeger de oude Sint-Petruskerk, die in 1587 afbrandde. Bij de bevrijding van Oosterwijk in oktober 1944 werd de huidige kerk zwaar getroffen. Na de oorlog is het gebouw belangrijk hersteld. De prachtige monumentale kerk is opgetrokken onder zeer bijzondere architectuur. Het kerkgebouw dat net even buiten de stadskern ligt, domineert en karakteriseert het straatbeeld van Oosterwijk. Een markant plein binnen Oosterwijk is het zogeheten Kerkplein. Dit rustieke plein vormt het centrum van het Oosterwijkse Kerkeind. Midden op het plein staat het bronzen beeld van de Oosterwijkse pater Adriaan Poorters, een beroemd volksprediker en hekeldichter, bekend als de Brabantse Kets. Dit beeld van A. de Beulen kwam in 1928 gereed. Aan de Kerkstraat staat nog een mooi karakteristiek pand. Het is het oudste huis van Oosterwijk. Het pand is gebouwd in 1633 en is dus meer dan 300 jaar oud. Door haar eigenzinnige trapgevel straalt het geheel nog echt een stukje nostalgie uit. Dankzij goede zorg is het huis door de eeuwen heen uitstekend bewaard gebleven. Vroeger herbergde het pand een wagenmakerij, een timmerwerkplaats en een meubelmakerij. Eveneens aan de Kerkstraat gelegen is de Nederlands Hervormde Kerk. Dit kerkje wordt ook wel het Napoleonskerkje genoemd. Dit kleine monumentale waterstaatskerkje is gebouwd in 1810 toen de katholieken dankzij koning Lodewijk Napoleon hun oude Petruskerk terugkregen. Deze kerk was na de beeldenstorm in gebruik genomen door de hervormden. Aan de voorzijde, net boven de ingang, zien we nog de zonnewijzer. Deze dateert van 1826. Naast al deze bijzondere gebouwen heeft Oosterwijk een zeer gevarieerde woningbouw. Mede dankzij deze variatie is ook het gebied rondom de stadskern zeer de moeite waard. De karakteristieke bouwstijl is, zoals bijvoorbeeld deze huizen laten zien, van een onschatbare waarde voor behoud van het oude stadsgezicht. De huizen, in combinatie met de veelal oude straten, zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met het mooie Oosterwijk en haar verre verleden.
Een zeer trots gebouw in Oosterwijk is het zogeheten Bos en Ven, gelegen aan het Klompven. Het pand werd in 1919 gebouwd en telde destijds 50 kamers met 70 bedden. Ongetwijfeld een van de bekendste vakantiegangers was koningin Emma. Maar ook haar kleindochter Juliana en haar echtgenoot Bernard sliepen er. Historisch schreef Bos en Ven ook in de periode november 1944 tot begin 1945. Minister-president Gerbrandy en enkele ministers uit zijn kabinet gebruikten Bos en Ven toen als tijdelijk regeringskwartier. Vanuit Oosterwijk werd het toen bevrijde deel van ons land bestuurd. Ten westen van Oosterwijk ligt het gehuchtje Heukelom. Het gezicht van Heukelom wordt voornamelijk bepaald door het landschappelijke karakter. Hier overheersen niet de statige oude panden, maar wordt de aandacht getrokken door de werkelijk prachtige boerderijen, de typische landwegen en de uitgestrekte akker- en weidevelden. Oosterwijk staat vooral bekend om zijn unieke natuurgebied en prachtige vennen. Reeds duizenden jaren geleden bliezen zuidwesterstormen zand weg, waardoor langgerekte kuilen ontstonden. Op de ondoorlatende lagen bleef regenwater staan en werden vennen gevormd. Hierin ontwikkelde zich een rijk planten- en dierenleven. Het meest opvallende was de rijke schakering aan micro-organismen. Door de jaren heen heeft de zure regen de kwaliteit zo nadelig beïnvloed dat planten, dieren en sieralgen sterk achteruit gingen. Dat is ook de reden dat een aantal vennen inmiddels grondig zijn schoongemaakt. Het uitgestrekte vennengebied wordt gesierd door haar eindeloze rust en stilte en de rijke flora en fauna. Mede hierdoor is het gebied bijzonder in trek bij de recreant. De natuur van Oosterwijk is dan ook een gebied dat men oprecht mag typeren als een waar paradijs. Ten noordwesten van Oosterwijk ligt het pittoreske dorp Berkel-Enschot. Berkel-Enschot is een landelijk gelegen dorp met een rijke historie. In de loop der jaren zijn bodemvondsten gedaan die wijzen op een zeer vroege bewoning, die teruggaat tot misschien wel de jongste steentijd. Een groot en indrukwekkend gebouw voor Berkel-Enschot is de Rooms-Katholieke Kerk met de naam Sint Cecilia. De kerk is gelegen aan de Kerkstraat. Door haar bijzondere bouwstijl en haar dominante aanwezigheid mag men deze kerk typeren als het gezicht van Berkel-Enschot. Naast de kerk staat het pastoriegebouw. De kerk en de pastorie vormen gezien de bouwstijl een harmonieus geheel met elkaar. Opvallend is het kleine klokkentorentje aan de bovenzijde van het gebouw. Ook het grote heilige beeld in de voortuin van de pastorie trekt de aandacht. Architectonisch gezien zeer fraai is de bouwstijl van het winkelcentrum. Opvallende kleuren en een moderne vormgeving geven het centrum een eigentijds karakter. Het huidige Berkel-Enschot bestond vroeger uit twee kernen. Het oude raadhuis werd gebouwd in 1932 en werd op 6 mei 1933 officieel geopend. Het gebouw staat precies tussen Berkel en Enschot in.
Het meest markante gebouw voor Berkel Enschot is natuurlijk Abdij Koningsoord. De abdij werd vanuit Frankrijk gesticht. Dit gebeurde nadat de anticlericale wetten in dat land rond de eeuwwisseling het de geestelijke orde haast onmogelijk maakten voort te bestaan. Het gebouwencomplex van de abdij Koningsoord is nog maar van jonge datum. In 1937 keerden een aantal Nederlandse trappistinnen vanuit België naar hun vaderland terug. Zij ontvingen hun vorming in de abdij Notre-Dame de la Paix. Intussen bouwde Dom Simon du Busson, abt van de trappisten van Koningshoeve, op deze plaats hun abdij. De monialen behoren net als de monniken van Koningshoeve tot de orde van Stowe, in 1098 in Frankrijk gesticht door de heilige Robertus. De heilige Bernardus van Clairvaux werd er de grote bezieler van. Kortom, de abdij Koningsoord is een abdij met een bijzonder en opvallend verleden. Berkel Enschot mag dan een klein dorp zijn, het heeft wel twee kerkgebouwen, die vroeger het middelpunt vormden van enerzijds de Berkelse en anderzijds de Enschotse gemeenschap. Op de hoek Sint-Willibrordestraat en Pastoor van Tilborgstraat staat de Rooms-Katholieke Kerk Sint-Willibrordus. Tegenover de kerk staat een prachtig oud pand met als bijzonderheid de karakteristieke en tijdloze trapgevel. Door de mooie bouwstijl van het pand wordt een stukje verleden levend gehouden. Aan de rand van Berkel Enschot is in de schilderachtige skyline de kerk al te zien van het mooie dorp Udenhout. Udenhout is in vergelijking met bijvoorbeeld Oosterwijk een betrekkelijk jong dorp. Pas in 1232 wordt in een akte de eerste vermelding van de plaats gevonden. Het middelpunt van Udenhout wordt gevormd door de Sint-Lambertuskerk. Deze kerk werd gebouwd in 1841. Het gebouw verving de schuurkerk die men tot die tijd had moeten gebruiken. Het kerkgebouw is een zogenaamde waterstaatskerk, hetgeen wil zeggen dat de kerk gebouwd werd onder toezicht van het ministerie van Waterstaat. De architect Jacobus Henricus Laferte uit 's-Hertogenbosch bouwde de kerk in de zogenaamde classicistische stijl. Naast de kerk staat het hoge en imposante pastoriegebouw, opgetrokken in een stijl die aansluit bij de naastgelegen kerk. Udenhout is een dorp met een groot aantal oude, markante gebouwen. Naast de kerk is gelegen het imposante gebouw Sint-Petrus. Aan de voorzijde boven de ingang zien we de beeldenis van deze heilige. Samen met de kerk is ook het raadhuis een belangrijk gebouw voor Udenhout. Naast het functionele is het pand bijzonder mooi. Het raadhuis is gelegen op de hoek Slimstraat-Schoorstraat en dateert van 1849. Udenhout heeft in de regio en ver daarbuiten een belangrijke sociale en maatschappelijke functie. Een goed voorbeeld hiervan is dit werkelijk prachtige en enorme gebouwencomplex, waarin de gehandicaptenzorg Vincentius gehuisvest is. In het gebouw vindt dienstverlening plaats aan verstandelijk gehandicapten met als doel
een aangepast leef-, woon- en werkklimaat te bieden, waarin de mogelijkheden van de bewoners optimaal tot hun recht komen. Udenhout is een bijzonder dorp met een groot aantal bijzondere panden. In de Krijtmolenstraat is duidelijk te zien dat de panden qua bouwstijl zeer gevarieerd zijn. Geen enkel pand is hetzelfde. Integendeel, elk pand heeft haar eigen bijzonderheden. In de straat staat ook nog een heuse waterpomp. Een beeldhouwwerk dat werd gemaakt door Leo Boemler uit Beieren. Excursies, cursussen en ook kinderfeestjes worden gegeven in deze pottenbakkerij. Het pand mag zowel binnen als buiten gezien worden als één grote bezienswaardigheid. Aan de Schoorstraat, aan de rand van de bossen, is mooi gelegen de Mariakapel. Deze kapel dateert van 1946 en is ontworpen door de Goorlese architect Jos Budeau. De kapel is bekostigd door de Udenhouters. De kapel werd mede op initiatief van de burgemeester gebouwd. Dit uit dankbaarheid voor het feit dat Udenhout de oorlogsjaren relatief gezien redelijk heeft doorstaan. Udenhout wordt omgeven door een mooi en uitgestrekt buitengebied. Een gebied waar men nog grenzeloos kan genieten van mooie vergezichten, schilderachtige panorama's en zo af en toe de ondergaande zon die wegsmelt aan het eind van de wereld.